de mandira. Begrijp goed. Mensen die verbonden zijn aan mandir, mensen die 16 ronden chanten en mensen die 4 principes volgen. Dan heb je een recommendation letter nodig van de tempel. Ja. De tempel geeft een recommendation en met deze recommendation letter kan je dus dan, de dingen volgen. Duidelijk? Oh. Ja, helemaal. Ja, dus dat is een beetje de dingen. Maar wij hebben de Bhakti Sastri gevolgd, wij volgen het. Dus wij mogen wel de lesmateriaal en daarover de mensen onderwijzen, maar mogen geen certificaat daarover geven. Want dat gebeurt alleen maar door de autoriteiten. Want die moeten dus dan dat goedkeuren. Ja, duidelijk. Maar in het spirituele gaat het niet om een certificaat. Het gaat om dat je de kennis begrijpt en dat je probeert je kennis toe te passen in je leven en daardoor ook de hoogste perfectie te bereiken. En dat is wat ik probeer de mensen te geven, dat de mensen hun leven in positieve zin zelf kunnen beïnvloeden door spiritueel kennis. Door spiritueel kennis kan je leven positief beïnvloeden. Want daarvoor nemen jullie nu de tijd om in te loggen. En diegenen die tijd nemen om in te loggen nu, die kunnen werkelijk zien dat in tijd hun leven drastisch in positieve zin veranderd zal worden. Ik heb het ervaren. Ik heb zoveel anderen hebben op Bhakti Sastri is gedaan. Zoveel anderen hebben dat gedaan en zijn verbonden in de mandir. En we zien dus dat heel veel mensen er werkelijk baat bij hebben. En er zijn miljoenen mensen over de wereld die hun leven in positieve zin hebben veranderd. Dus ik denk dat er veel van jullie dat ook zal lukken om dat te doen. Daarvoor is spiritueel kennis heel erg belangrijk. Goed, lieve mensen, we gaan eerst beginnen met de Mangalacharan te lezen. Even kijken. Vidyamata, welkom. Hoe is? Hare Krishna. Ja. Hare Krishna Prabhu. Prabhu ke Hari Bol Bol Diya. Ja, ja ha. Hari Bol. Hare Krishna. Acha. Even share. Vidya Mata wil jij Oma Gyana Timirandesha doen als het weer als je wil? Ja, Prabhu. Ja. Waarom wij de Mangalacharan doen, is om de zegen van de Allerhoogste af te smeken, zodat wij de kennis kunnen begrijpen. Want zonder zijn zegen is het heel moeilijk om spiritueel kennis te begrijpen. Vandaar dus dat alle geschriften, heilige geschriften, de Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Ramayan, eerst de Mangalacharan wordt gedaan, om dus de genade van de Heer af te smeken. En dat doen wij hier ook. Om Agyana. Ja. Om Agyana Timirandasya Gyana Anjana Salakya Chakchur Umilitam Jena Tasmai Sri Guruve Nama. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusutta Devi Pranamami Hari Priya Vanscha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnabhyo Namo Nama Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bedankt, Vidya Mata. Nogmaals, lieve mensen. De Mangalacharan willen we jullie alle van harte welkom heten. En mogen de kennis jullie leven in positieve zin veranderen en een bron van geluk zijn en
Wijsheid is heel erg belangrijk in ons leven. Waar waren we gebleven, Goranga? 2:12? Ja, 2:12, ja. Oké, even kijken. Goed, we zien Pooja. Pooja ook welkom. Pooja, hoor je mij? Haribol. Ja, Haribol is welkom, Pooja Mata. Haribol. Prabhu, ik zal vandaag alleen meeluisteren, hoor. Ja, is goed hoor. Dan is het goed. Ja, geen probleem. Dank je. Ja, Prabhu. Oké. We hadden 12 gedaan, hè, Goranga Prabhu. Wow. Even kijken. Ja. Dus van de samenvatting was het bij 12 gebleven. Hè? Right, right. We hadden al kijken of we een stuk gedaan hebben. Even kijken. We gaan gewoon 12 pakken. En dan heb ik het klaar hier. Oké. Okay. Aha. We gaan. Jullie kunnen dit zien, 2:12. Ja, wel. Oké, ik ga eerst de Sanskriet lezen, dan kunnen we verder. Op Goranga Prabhu lees jij maar de Sanskriet. Iemand anders kan het ook doen, het zijn simpele slokas. Misschien dat... Oké, even kijken. Er zijn veel nieuwe mensen nu, dus dat maakt het een beetje... laten we het zo afspreken. Als iemand de Sanskriet tekst wil lezen... Kan hij aangeven, ik zal het zelf lezen. Mm-hmm. En zo niet, dan gaat een van ons het lezen. Want er zijn nieuwe mensen. Dan willen we niet dus dat mensen in een situatie komen waar ze denken, ja, maar ik kan het niet lezen. De belangrijkste, ik heb altijd als voorwaarde gesteld in mijn Zoom-sessies in onze Bhakti Vriksha, dat het niet belangrijk is dat we goed lezen, maar belangrijker was voor mij dat wij... de essentie begrijpen. Goranga Prabhu legt toch een beetje de nadruk op dat we toch de Sanskriet tekst goed moeten lezen. Vanuit zijn visie heeft hij ook gelijk. Ik bekijk het vanuit de visie van Mang E. Eigenlijk als we de essentie begrijpen van de geschriften, dat komt later in langere termijn. Als de mensen meer geïnteresseerd raken, meer begrijpen, gaan ze automatisch meer tijd nemen. Dus als er iets fout is, zal Goranga toch proberen om een beetje te corrigeren. Ik zal dat niet doen, omdat ik de voorkeur geef aan dat we toch de essentie van de slokas leren begrijpen. De essentie van de betekenisverklaring leren begrijpen. Zodat dat invloed op ons heeft. Dan weten jullie ook de verschillende standpunten tussen Goranga Prabhu en mij. En dat is op zich heel erg goed, want zo kan dat aanvullen op elkaar. Ja, Pooja, zeg, kan je lezen? Goranga, Gaura Shakti, kan jij lezen? Ja, Haribol. Natva evaham yatu nasam, natvam neme janadhipa, nachaiva nam bhavishyama, sarve vyayam athaparam. Dankjewel. Ik heb ook een website, www.bhagavadgita.nl. Ik zal het even hierop zetten. Daarop vind je alle slokas die jullie willen luisteren. Er is ook compleet Nederlandse vertaling erop. En het is heel makkelijk om daar dus dan via deze site, want die slokas zijn apart. Je kan ze apart beluisteren, je kan ze rustig beluisteren. En zo kan je ook leren om de slokas te lezen. Maar je kan ook in Nederlands, onder audio, kan je dus de gehele Nederlandse vertaling ook beluisteren. Je kan het ook, wanneer je werkt, kan je dat doen. En dat zal allemaal bijdragen tot het ontwikkelen van je spiritueel leven. Oké, lees maar door hier, Gaura Shakti. Nooit was er een tijd. Ja. Yeah. Nooit was er een tijd dat ik niet bestond, nog jij, nog al deze koningen, nog zal ook maar één van ons in de toekomst ophouden te bestaan.
betekenisverklaring. Kan je een beetje naar boven schuiven? We hadden afgesproken om die betekenisverklaring niet te lezen, omdat we dat in de samenvatting gaan doen. Ik zou de mensen toch aanraden om de teksten die wij behandeld hebben, die wij gaan behandelen, dat ze toch thuis, vooral voor de nieuwe mensen, dat ze dan toch thuis de Bhagavad Gita, de teksten lezen om meer inzicht te krijgen op de samenvatting. Voor mensen die geen Bhagavad Gita boek hebben, die kunnen het ook online lezen. Die kan op www.bhagavadgita.nl lezen. Al deze betekenisverklaring. Anders gaat het veel tijd nemen. Wat ik wel hier wil zeggen is, even kijken of er hier vermeld is. Nee. Oké, ik ga eerst even kort. Ik vind dit een hele belangrijke tekst, omdat we het hadden over de ABC van de Bhagavad Gita. Begrijp goed, lieve mensen, wat hier staat. De dood bestaat niet voor ons. Probeer dat goed te begrijpen. De dood is een illusie dat voortkomt uit onwetendheid. Probeer goed te begrijpen. Krishna Bhagwan zegt hier aan Arjun, als Arjun zijn familie niet wil doden, zegt Krishna Bhagwan hier, nooit was er een tijd dat ik niet bestond, nog jij, nog al deze koning. Nog zal ook maar één van ons in de toekomst ophouden te bestaan. Toch zijn we zo bang voor de dood. Bang voor de dood wil zeggen omdat wij ons identificeren met het lichaam. Vandaar dus dat ik heb gezegd dat wij theoretisch de Bhagavad Gita om te begrijpen, moet je eerst begrijpen dat we een ziel zijn. Wij zijn de ziel, niet ik heb een ziel. Veel mensen zeggen, ja, ik heb een ziel. Vaak ga ik naar Kathas, naar Pravachan Pandit, ergens, dan zie ik, ja, ik heb een ziel. Zijn ziel is vertrokken. Nee, hij is de ziel. De ziel, jij bent de ziel die in een lichaam woont. De lichaam behoort jou toe, behoort de ziel toe, behoort jou toe. Als je zegt, het is mijn lichaam, mijn hand, mijn voeten, dan klopt het helemaal. Mijn hersenen, mijn hart, mijn nieren, klopt helemaal. Als je zegt, mijn ziel, dan klopt het niet. Want dan moet iemand nog de eigenaar zijn van de ziel. En dan wie zou die eigenaar moeten zien? Daar is geen referentie in geschriften. Referentie in geschriften zegt, er is een ziel en de ziel is eigenaar van het lichaam. En wij zijn de ziel. En dat wordt in 7.4 en 7.5 uitdrukkelijk gezegd. Ik zal er later nog op terugkomen. Maar heel belangrijk om te begrijpen, dat wij nooit was er een tijd dat wij niet bestonden. Nog deze koning, nog wij, dus dat heeft het over ons. Wij waren er altijd. Wij zijn er nu en we zullen ook in de toekomst zijn. En dat is de basis van de Bhagavad Gita. Als jullie vragen hebben, alsjeblieft, vraag gelijk, zodat wij daarop in zullen gaan. Ik zal dan de dingen sharen. De tekst die hierop betrekking heeft. Ja. Wat we hier zien is een samenvatting van de Bhagavad Gita, van de belangrijke punten die gegeven worden, wordt hierin samengevat. En we hebben in 2.11, hebben jullie al gelezen? Ik zal even teruggaan naar 2.11, kijken wat 2.11 is, zodat ik het kan verbinden wat dat 2.11 te zeggen. Even op. Ja, in 2.11 wordt gezegd, de allerhoogste persoonlijke God zei, hoewel je geleerde woorden spreekt, treur je om iets wat het treuren niet waard is. Zij die wij zijn treuren nog om de levenden, nog om de doden. En dan zien we dus hier in twee verband tussen 2.11 en 2.12. Tekst 2.11 dient als inleiding van tekst 2.12, die de spirituele waarheid hier zal vestigen door het lichamelijke concept van het leven te weerleggen. Wat is het lichamelijke concept van het leven? Er zijn drie concepten die de mens zichzelf eigen heeft gemaakt. In de zin van, heel veel mensen denken, ik ben het lichaam. Alles wat het lichaam verlangt en alles wat het lichaam wenst, moet ik hebben. En leeft
daar en zijn leven is gebaseerd daarop. Oh, ik wil lekker eten, ik moet lekker eten, ik wil een mooi huis, ik moet gaan te werken voor een mooi huis. Probeert alles wat zijn zintuigen hem dicteren, of haar dicteren, daarnaar te leven. Dat is het lichamelijke concept. De behoefte van het lichaam, zijn hele leven wijden om het behoefte van het lichaam daaraan te voldoen. Tweede concept is het mentale concept. Het mentale concept is dat we denken wat we geleerd hebben. We hebben geleerd bijvoorbeeld van, oei, er is COVID, we moeten mondkapje dragen, je moet netjes repen, je moet zo doen, je moet zo leven, je moet dat niet doen, je moet zus niet doen. We leven wat we leven. Er wordt gezegd, en is een spreekwoord ook, je bent wat je weet, je bent wat je weet. Ja, en dat klopt. Dat is de mentale concept. Veel mensen denken, ik ben wat ik weet, dat ben ik. En leven ook daarnaar. Richten hun leven ook zo daarnaar aan de hand van de kennis die ze hebben. Maar het is ook niet de werkelijke waarheid. De werkelijke waarheid is de spirituele concept. Dat we een spirituele ziel zijn in het lichaam. Dus je hebt het lichamelijke concept, het mentale concept en het spirituele concept. Het spirituele concept behandelt de Bhagavad Gita. De Bhagavad Gita behandelt niet, je bent hindoe, je bent christen, je bent moslim, je bent vrouw, je bent man, je bent Surinamer, je bent Nederlander. Nee, de Bhagavad Gita behandelt, je bent een spirituele ziel. En dat is ook de absolute waarheid. Zelfs de wetenschappers nu zijn langzaam maar zeker komen tot dat punt. Ja, dus dat is eigenlijk ten aanzien van 2.11. Als er vragen zijn, dan zie ik graag dat jullie even je hand opsteken. Om dus dan verder te, als jullie iets willen toevoegen, hoor ik dat ook graag. Ja. Dus thema 2, weerlegging gebruikt door Krishna in tekst 2.11.2.30. Om Arjuna materiële compassie te verdrijven. Dus wanneer Arjuna niet wil vechten, wanneer Arjun ziet van man is zoveel familieleden en we gaan werkelijk de oorlog voeren, dan raakt hij overmand door verdriet en door compassie, door mededogen voor zijn familieleden. Ja, en dan haalt hij een aantal geschriften aan. De argumenten die hij aanhaalt, zijn gebaseerd op de Vedische geschriften. Ja, en wanneer hij dus deze argumenten aanhaalt, dat lezen we in hoofdstuk 1, in een deel, de laatste stuk van hoofdstuk 1. Dan probeert Krishna Bhagwan hem uit te leggen in hoofdstuk 2, in het begin van hoofdstuk 2. Ja, maar er zijn hogere last van geschriften. Je hebt geschriften die, je hebt wiskunde op middelbaar niveau, je hebt wiskunde op hoog, op HBO niveau en je hebt wiskunde op universitair niveau. Hij legt ook dus dat er dingen zijn die hoger zijn dan al deze aangehaalde argumenten. En dan geeft hij dus dan daar een voorbeeld. En dan zegt hij hier als eerste, Krishna zegt individualiteit gaat nooit verloren. Dat hebben we gelezen. Ja, en dat is dus dat hij zegt in dingen, nog zal ook maar één van ons in de toekomst ophouden te bestaan. Dat wil zeggen dus dat wij altijd eeuwig een individueel persoon zullen blijven. En dat is wat Gauranga zei over de Mayawa-theorie. Er zijn mensen die verkondigen, nee, zoals rivieren stromen in de zee, dan gaat het op in dezelfde wateren. Dat is een oppervlakkige waarheid. Maar de geschriften zeggen, maar in de zeeën leven er zoveel dieren. En al die dieren zijn individueel. Wij zien het niet, oppervlakkig gezien gaat het water blijft daarin. Maar al die dieren die daarin wonen, die zijn er ook. Is ook een realiteit. Dus die individualiteit dat andere mensen verkondigen, dat die individualiteit verloren zal gaan, is niet de hoogste waarheid. Dat wordt dus hier weerlegd. Alle levende wezens zijn eeuwig. En hun individualiteit wordt voorgezet in de toekomst zonder onderbreking. Daarom geen getreur om de dood. Omdat wij niet doodgaan. Wij verlaten ons lichaam. Wij treuren heus niet als wij 's morgens nieuwe kleren dragen.
dan treuren wij niet. Wij treuren niet als wij iedere dag kleren verwisselen. En Bhagavad Gita zegt ook, Yasamsi Jirnani Yatavihaya, zoals wij kleren verwisselen, zo verwisselt de ziel, zo verwisselen wij ook lichamen. Ja, dus dan even kijken nog tot twee. Tweede, Arjun kan beweren dat verandering van lichaam nog steeds de oorzaak is van getreur. Krishna weerlegt dit door te zeggen, verandering van lichaam is net zo natuurlijk als verandering van jeugd naar ouderdom. Niemand klaagt over zo'n natuurlijke verandering. Dit wordt in hoofdstuk 13, de hinos minyata dehi behandeld. We weten allemaal dat wij een kind waren, een baby waren. Wetenschappelijk gezien is iedere zeven jaren is alle materiële elementen, het lichaam is totaal veranderd. Alle zeven jaren zijn alle cellen veranderd. Dus, maar wij blijven hetzelfde. En zoals het lichaam verandert van jeugd, van kind naar jeugd, van jeugd naar ouderdom, zo verandert de persoon van de ene lichaam naar de andere lichaam. Dat gaan wij straks in 2.13 lezen. Derde, Arjun kan beweren, maar we betreuren het verlies van jeugd en ouderdom. Krishna weerlegt, maar Bhishma en Drona krijgen nieuwe lichamen, die van hemelse geboorte of een spirituele lichaam kunnen zijn. Dus geen getreur, dat vind je in 2.13. Bijvoorbeeld koning Yayati verhuilde zijn ouderdom en kreeg een frisse jeugdige lichaam. Dat was de oorzaak van vreugde. Koning Yayati is een verhaal van Srimad Bhagavatam. We kunnen natuurlijk niet heel diep op al die dingen gaan. En hij had zijn zoon bereid gevonden, die dus dan zijn had een vloek gekregen van Sukracharya. Dat hij oud zou worden. En hij heeft zijn zoon gevraagd en hij kreeg een jeugdig lichaam. En na zoveel duizend jaren van geniet heeft hij toch gezien, ja, maar dat is niet de oplossing. Ja, maar hier zegt Krishna Bhagwan, hij weerlegt dat van Bhishma en Drona krijgen nieuwe lichamen die van hemels geboorte of spirituele lichaam zijn. Dat gaan we straks lezen in 2.13. Ja. Vierde argument, Arjun kan denken, maar gehechtheid aan het huidige lichaam van familieleden zal nog steeds de oorzaak zijn van verdriet over het verlies ervan. Krishna adviseert geen andere keus dan dergelijke niet-permanente dualiteit te tolereren. Ze vloeien voort uit zinperceptie. Matras Parsis to Conteya, Sitos na Sukadukada, in 2.14 wordt daarover gesproken. We leven in een wereld van dualiteit waar je geluk verdriet hebt, recht onrecht hebt, waarheid leugen hebt. Dat is nou eenmaal waarin we leven. En er wordt gezegd, hoe moeten wij in dit materiële leven weer zijn? We moeten het geluk en verdriet zien als het komen en gaan van winter en zomer. Want ze ontstaat uit zinsperceptie. En het is altijd tijdelijk. We kunnen allemaal zien, als ik iemand zou vragen, wat was 10 jaar geleden een reden tot geluk voor jou? Ik denk dat heel weinig mensen zich dat zullen herinneren. Maar ook als ik zou vragen, 10 jaar geleden, wat was een reden voor ellende in jouw leven, weet je dat ook niet meer. Daarom zegt Krishna Bhagwan, men moet ze leren tolereren, omdat ze komen en gaan, zoals winter en zomer elkaar afwisselen. Hier regen en droge tijd, ja. Dat is wat dus hier vierde argument gezegd wordt. Vijfde argument. Krishna vestigt visie van zieners van de waarheid en berips Arjun. Ziel is eeuwig, lichaam is tijdelijk. Impliceert dat Kauravas niet kan ontsnappen aan de dood. Zelf als Arjun niet dood, lichaam zal zeker eindigen. In 2.18 wordt gezegd. De lichaam is een materieel element. Het is niet mogelijk om het te behouden. Niemand hier in deze materiële wereld kan zeggen, ja, ik heb mijn lichaam kunnen behouden. We doen zoveel moeite. We betalen miljarden, miljarden, triljoenen en triljoenen dollars voor gezondheid. We betalen zoveel geld voor allerlei make-up. We betalen zoveel geld voor allerlei medicijnen. We doen zoveel dingen om het lichaam fit te houden. Maar we moeten weten dat het een illusie is.
omdat het lichaam gedoemd is om te sterven. Niemand kan het lichaam behouden. Daarom zeggen de geschriften, het lichaam is een tempel, omdat je daarin, middels het lichaam, de hoogste spirituele perfectie kan bereiken. Wat houdt dat in? Dat je dit lichaam kan gebruiken om een eeuwige lichaam te krijgen. Dus niet een lichaam die eindigt, maar een spiritueel lichaam kan krijgen. En een spiritueel lichaam is niet onderhevig aan geboorte, ouderdom, ziekte en dood meer. Maar dat kan je bereiken nu in dit lichaam zit bereiken middels deze lichaam. En wanneer je dus deze visie hebt, hey, dit spirituele lichaam van mij, daar woont Paramatma in het lichaam. Ik kan deze lichaam gebruiken om de hoogste perfectie te bereiken. Wanneer de motivatie om het lichaam te onderhouden anders is, een spirituele motivatie ten grondslag ligt, dan is het goed om het lichaam gezond en schoon te houden. Want daarin kan je de allerhoogste perfectie bereiken, realisatie van God. Maar ga je proberen te denken van nee, ik heb het lichaam nodig, ik wil niet doodgaan, ik moet het behouden, want ik wil nog zoveel genieten, dan gaat het nooit lukken. En dan zal je, hoe meer je daaraan, hoe meer je deze valse concept, lichamelijke concept, op na gaat houden, hoe meer je verstrikt zal raken erin, en hoe pijnlijker het zal zijn om het lichaam op te geven. Ja? Dus dat is de vijfde argument. Zesde argument. Arjun kan beargumenteren, geweld veroorzaakt zonder reactie. Geweld veroorzaakt zondige reactie, zegt Arjun. Krishna weerlegt, geweld onder mijn leiding leidt niet tot zogenaamde zondige reactie. In 2.11. Helen, we hadden gesproken net over drie vormen van karma, toen jij mij de vraag vroeg over waarom een kind in de baarmoeder komt te overlijden. Toen hebben we dus dan hoofdstuk 4 besproken. Toen hebben we daar gezien dat er drie vormen van karma is. Karma, akarma en wikarma. Karma is handelen volgens de geschriften. Wikarma is handelen tegen de geschriften. En akarma, handelen onder leiding van de Allerhoogste Heer. Handelen om de Allerhoogste Heer te plezieren. En je ziet hier, Krishna weerlegt datzelfde geweld onder mijn leiding leidt niet tot zogenaamde zondige reactie. En ik heb het voorbeeld gegeven, een politieagent die in diensttijd een dief schiet, zal niet vervolgd worden. Maar als dezelfde politieman thuis is en zijn buren die hebben geluidsoverlast, of als die ruzie maken onderling en de politie pakt zijn pistool en schiet zo zijn buurman dood, dan wordt hij wel verantwoordelijk gehouden. En dan wordt hij wel opgesloten. Waarom? Omdat hij niet handelt onder de minister van Justitie. Hij handelt nu op eigenlijk handelen noemt men dat. Daarvoor wordt hij dus gestraft. Ik hoop dat dat duidelijk is. Het is heel belangrijk om dat te weten, want normaal weten mensen alleen twee dingen. Karma en wikarma. Handelen voor vrome activiteiten. En handelen om zondige activiteiten te krijgen. Paap en punia. Mensen kennen alleen maar paap en punia. Als ik goede dingen doe, krijg ik punia. Als ik slechte dingen doe, krijg ik zondige activiteiten. Maar de Bhagavad Gita behandelt juist een nog hogere vorm van karma. En dat is akarma. Dat komt. Natuurlijk, al deze punten die we hier behandelen, komen in tijd. We moeten niet proberen om alles te onthouden. Deze pdf zal jullie toegestuurd worden. En jullie kunnen het nalezen. Belangrijk is dat in de komende Bhagavad Gita, naarmate we erin vorderen, in de hoofdstukken, dit allemaal steeds weer verduidelijk wordt. De zevende argument, Arjuna kan beargumenteren. Bhishma en Drona zullen hun huidige lichamen verliezen, die bronnen van plezier voor hen zijn voor hun. Ja, en dat is klopt. Het lichaam is bron van plezier, maar ook bron van ellende voor ons. Krishna weerlegt dit door te zeggen, verandering van lichaam is als verandering van kleding. Ze krijgen nieuwe lichamen en dus geluk. En werkelijk. Als iemand ons zou vragen,
wil je je oude auto inruilen voor een nieuwe auto. Iedereen zal in de rij staan om dat te doen. Maar als iemand zou vragen, wil je deze oude versleten lichaam of lichaam die ziek is, wil je dat veranderen voor een nieuwe lichaam? Dan wil niemand dat, want iedereen is gehecht aan zijn lichaam. Ja. Achtste. Hoe dan ook, Arjuna-wapens. Hoe dan ook, Arjuna's wapen kunnen de ziel niet doden, want de ziel is eeuwig, sanatan, satchit ananda. En dat wordt behandeld in 2.23, 2.24, zullen we dat lezen. Negende argument, men kan denken, er is geen ziel. Het lichaam is al wat is. Ja, er zijn atheïsten denken, mensen denken het lichaam is een product van materie, een combinatie van atomen en een combinatie van atomen geeft reis aan ons denken en alles. En dat is ook een filosofie, dat men dat denkt en op dit moment zijn er heel veel mensen die dat geloven en leven ook dan een bandeloos leven. Dus men kan denken, er is geen ziel, het lichaam is al wat is. Krishna stelt verder, zelf als er geen ziel is, is er dan toch nog geen reden tot treuren voor het verlies van chemicaliën. Hij zegt aan Arjun, maar als je zelf denkt dat het lichaam, dat er geen ziel is, wat is dan de reden voor treuren? Het lichaam, als het gebouwd is uit materiële elementen, dan weten we allemaal dat het lichaam bestaat uit aarde, water, vuur, lucht, ether, geest, intelligentie, vals ego. Deze drie, geest, intelligentie, vals ego, die kan je niet samenvatten, is fijnstoffelijk. Dus het heeft geen waarde. En 70% van het lichaam is bestaat uit water. Dus als je 70, als je 100 kilo weegt en 70 liter water, wat is de waarde daarvan? En de andere 30 liter calcium, kalium, en al deze andere chemicaliën gaat bij elkaar zitten, is het lichaam nog geen eens $30 waard. Nog geen eens $30 waard. Waarom moeten we dan treuren om dat? Want dat is toch wel het lichaam als het uit chemicaliën bestaat en het breekt weer tot chemicaliën. Waarom moeten we daarom treuren? En dat is dan dus de negende argument die Krishna Bhagwan geeft. De thema van 2.12, dat was eigenlijk verbonden aan de vorige. De tekst wat wij dus hier gelezen hadden, na 2 Ewaham Jatunasem. We zijn allemaal eeuwige individuen. Dat is het thema en het meest belangrijkste om te onthouden van hoofdstuk 2.12. Daarom is er geen reden te treuren om verandering van lichaam. En we kunnen zien, we zijn niet meer een baby, we zijn nu niet meer jong. We veranderen continu en we blijven innerlijk hetzelfde. Dus er is geen reden tot treuren om verandering. Daarom heb ik gezegd, de dood is een illusie die voortkomt uit onwetendheid. Omdat wij denken dat we het lichaam zijn, denken, oh, ik ga dood zijn, er is niks meer. Maar dat is niet waar. Na de dood is er karma. Aan de hand van wat je gezaaid hebt, word je beoordeeld en krijg je een lichaam in de materiële wereld. Dat kan één lichaam zijn uit de 8.400.000 levenssoorten. Of het kan een lichaam zijn in hogere planeten, in Deolok. Maar de Bhagavad Gita probeert ons te leiden naar een spiritueel lichaam en terug te gaan naar de spirituele planeten, de Vaikuntha-planeten. Daarom is de Bhagavad Gita gesproken. Zodat wij terug kunnen naar een eeuwig leven, eeuwig jeugdig leven, vol kennis en geluk. En dat noemt men een lichaam die sat chit ananda is. Een lichaam sat is eeuwig, chit kennis en ananda. En als we kijken in de materiële wereld, wat doen we? Alles wat we doen, alle werk wat we doen, alles wat we doen, is alleen om geluk te ervaren. Is om geluk. En dat is de Bhagavad Gita. De Bhagavad Gita wil ons leiden naar een hoger, de hoogste vorm van geluk. En dat is een perfectie in een spiritueel lichaam. Ja. Dus dan gaan we dus de aandachtpunten behandelen van twee tekst. In de betekenisverklaring staan er een aantal dingen die besproken zijn. Ondersteunende vers voor eeuwige individualiteit komt uit de Katha Upanishad. De Upanishad zijn Katha Upanishad en Svetasvara Upanishad.
zijn twee Upanishads en Upanishads zijn de Vedas. De Vedas zijn Upanishad. Dus dit zijn twee Nitya Nitya naam, Chetana Chetana naam. Dat staat in de dinges. En wat betekent dat? Dat de allerhoogste persoonlijkheid God is de instandhouder van ontelbare levende wezen. Krishna Bhagwan zegt, Aham Bija Pradapita, ik ben de zaadgevende vader van alle levende wezen. En hoe onderhoudt hij in termen van verschillende situaties volgens individueel werk en reactie van het werk? Ja. Er is een vraag uit de dingen waarom wij de mensen niet laten lezen. De volgende teksten zullen we jullie laten lezen. Ik dacht, ik lees deze, maar ik zie dat het een langere tekst is geworden. Dus nogmaals mijn excuses. De volgende teksten zullen we iemand uit de groep vragen om te lezen. Dus hoe onderhoudt hij in termen van verschillende situaties van het individuele werk en reactie van het werk? Dus afhankelijk van onze karma zie je dus dat wij een bepaalde bezigheid hebben, een bepaalde vorm van geluk en ellende hebben. Dus karma, op basis van ons karma, sanctioneert Bhagwan onze activiteiten. Ook door zijn volkomen expansies. Hij leeft in het hart van alle levende wezens. Een volkomen expansie van Bhagwan is Paramatma. Als Paramatma leeft hij in ieders hart. En Paramatma zorgt dat wij wakker worden en dat wij ons kunnen herinneren wat voor werk wij moeten doen. Het is niet zomaar automatisch. Paramatma sanctioneert, wij weten niet wat onze karma is van vorige levens. Wij weten niet eens wat wij 10 jaar geleden gedaan hebben. Wie is degene die dat alles weet, is Paramatma in het hart. Zoals de Atma in het hart is, is ook Paramatma daar. Paramatma sanctioneert onze handelingen. En hoe sanctioneert hij? Op basis van onze karma. Per is zoals kinderen naar school gaan, op wat voor basis? Hoe krijgen ze cijfer, een 4, een 5, een 10 of een 9? Op basis van hun eigen werk, op basis van hun eigen moeite. Geeft de leraar een cijfer. Zo ook Paramatma op basis van hun karma, van alle karma hij onthoudt. Levens na levens is hij onze vriend. En op basis daarvan sanctioneert hij ons werk. In de zin van gaat het lukken, gaat het niet lukken. Ja. Visie van heilige personen die perfectie en vrede bereiken. Ze kunnen hetzelfde allerhoogste binnen en buiten zien. Ja, dit zijn de yogis. De yogis die echt goed mediteren. Pranayam doen. Even kijken. Yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar. En 8 vormen van dingen die beschreven zijn in de Astanga Yoga. Wanneer ze dat heel goed doen, perfect doen, kunnen ze Paramatma in het hart zien en ook in andere personen. Dat is geen fictie, dat is absolute waarheden. En de yogis kunnen daarom ook de 8 siddhis bereiken, die later ook in de dingen beschreven worden. Weerlegging van Mayavadi-theorie, de volgende punten worden weerlegd. Wat is een theorie? Mayavadi-theorie is een theorie die door veel mensen aanhangen wordt aangehangen. De individuele ziel wordt gescheiden of gebroken van origineel bewustzijn, doordat het bedekt wordt door Maya of illusie. Weerlegging, Krishna Bhagwan weerlegt dat. Hij zegt, maar we weten dat de ziel onbreekbaar is. Dat wordt gezegd in 2.13 en 2.23. Na de bevrijding versmelt of lost de ziel homogeen op in een onpersoonlijk Brahman en verliest een individuele bestaan. Dus dat is de theorie van de Mayavadi. Die zeggen, als wij bevrijd raken uit deze materiële gebondenheid, dan gaan we op in het onpersoonlijk bestaan. En het voorbeeld is gegeven van, alle water van de rivieren komen in de zee en dan gaan ze daarin op. Ja, het wordt weerlegd door de tekst van 2.12, weerlegd dat. Dat wij eeuwige individuelen zijn, wordt in 2.12 gezegd. Ja. Na de bevrijding versmelt of lost de ziel homogeen op in een onpersoonlijk Brahman en verliest zijn
En voor is dat individuele bestaan. Ja, het wordt weergelegd door te zeggen, maar we weten dat de ziel onoplosbaar is en nooit oplost. En dat de referentie vindt in Bhagavad Gita 2.24. Weerlegt ook de volgende punten. Mayavadi argument is, individualiteit bestaat slechts in geconditioneerde staat. Krishna weerlegt dat. Krishna verklaart duidelijk individualiteit van de Heer en de levende wezens, ook in de toekomst. Belang van de verklaring van Krishna als gezegd hebben, omdat Krishna niet kan worden onderworpen aan illusie. Mayavadi kan argumenteren, individualiteit is materieel en niet spiritueel. Oké, weerlegging is wel een hele lange ding, oh, we zijn bijna klaar. Weerlegging, hoe kan men Krishna individualiteit onderscheiden? Krishna bevestigt zijn individualiteit in het verleden en ook in de toekomst. Dat hebben we net gelezen. Nimmer was er een tijd dat ik niet bestond, nog jij, nog al deze koningen. Dus hij praat over het verleden, heden en toekomst. Als Krishna gewone geconditioneerde ziel is, geboren met vier gebreken, dan verliest de Bhagavad Gita alle waarde. Als hij zelf geconditioneerd zou zijn, dan heeft de Bhagavad Gita geen waarde, toch? Mayavadi argumenteert, pluraliteit die in dit vers wordt vermeld, verwijst naar lichaam. Weerleggen, maar lichamelijke conceptie is al veroordeeld in de vorige vers. Waarom zou de Heer weer een conventionele propositie van het lichaam plaatsen? Oké, als individualiteit verwijst naar de empirische universum, weerlegging, dan is er geen noodzaak voor onderwijs door de Heer. Alleen een toegewijde kan de Bhagavad Gita begrijpen en het concept spirituele individualiteit, referentie Bhagavad Gita, hoofdstuk 4. We hadden het net erover dat het heel moeilijk is de Bhagavad Gita te begrijpen. En we zien hier alleen een toegewijde kan de Bhagavad Gita begrijpen, waarop onder lijden van een toegewijde. Wie kan het niet begrijpen? Degene die afgunstig zijn op de Heer. Ja, falen van Mayawa-theorie is analogie om uit te leggen. Falen van Mayawa is non-devotees. Bijen die aan de buitenkant van de fles honing likken. Een voorbeeld is hier gegeven. Bijen, als je de honing wilt proeven, zal je de deksel moeten openmaken om de honing te proeven. En de Mayawadis die liggen aan de buitenkant van de fles, waardoor ze de smaak van de honing niet kunnen. Want door de buitenkant van de fles te likken, kom je eigenlijk nooit tot dingen. Even herpoeja, laat ik dit even nog twee regels, dan kom ik bij je vraag. Chaitanya Mahaprabhu over Mayavadi, hij verbiedt ons om de meest misleidende Mayavadi presentaties te lezen over Bhagavad Gita. De link tussen 2, 11 en 13, de basiskennis van het verschil tussen individuele zielen en zijn tijdelijke lichaam wordt verder benadrukt in dit volgende vers. Hier dus hebben we 2.12 behandeld met nog een paar uitleg over de weerlegging die Krishna Bhagwan heeft gedaan aan de hand van de argumenten van Arjuna. Puja, we luisteren naar jou en als jullie vragen hebben, dan horen we ook graag naar jullie. Lieve mensen. Ja, Puja. Prabhu, ik heb een vraag. Dus die vraag heb ik vandaag gekregen van iemand anders. En toevallig wordt dit gedeelte hier ook vandaag behandeld. Dus ik dacht van, laat me u gelijk vragen. Dus de vraag is eigenlijk, waarom is de Bhagavad Gita zo moeilijk om te begrijpen? Juist moet het zo zijn, het is gyan van Bhagwan, dus Krishna zelf. Waarom is het eigenlijk zo moeilijk voor anderen om dat te begrijpen? Goeie vraag. Dat hebben we net voor de sessie begonnen, was dat ook een vraag. Van Helle, waarom? Eigenlijk is de Bhagavad Gita niet moeilijk om te begrijpen. Maar we zijn zo geconditioneerd geraakt. Iemand die bijvoorbeeld verslaafd is aan alcohol, laat ik nemen. Is heel moeilijk voor hem te begrijpen dat een normaal leven zonder alcohol ook mogelijk is. Hij kan het niet meer zien, want hij is daaraan verslaafd. Wij zijn zo geconditioneerd door ons materiële leven, dat we het materiële als realiteit zien. Wij denken het materiële leven, iedereen eet, drinkt, geniet, ze lachen. Wij zien het uiterlijke van de mens. Denk je dat als iemand verliest, wanneer we iemand vragen hoe gaat het, wat zegt iedereen? Goed.
Maar gaat hij werkelijk vertellen wat de ellende is in zijn huis? Wat de werkelijke problemen van hem is? Praat iemand daarover? Nee. Praat iemand over de dood, over de angst van de dood? Praat iemand over de problemen die men ervaart in het? Nee. Men houdt de schijn op. Omdat iedereen dezelfde leefwijze op nahoudt. Van, oh nee, van kleins af worden we getraind om goed te leren. We moeten goed ons best doen, we moeten materieel kennis hebben. We moeten proberen een goede man of vrouw te vinden. We moeten een huis hebben, we moeten kinderen hebben. En zo moeten we leven tot we doodgaan. We zijn geconditioneerd geraakt. Bhagavad Gita is niet moeilijk om te begrijpen. Laat het voorbeeld nemen van, ik bedoel, iemand die wiskunde studeert. Voor velen is wiskunde heel moeilijk. Ja toch, Pooja? En voor velen is het makkelijker. Het hangt ervan af, heb je een goede wiskundeleraar? Heb je een goede wiskundeleraar die dat op een heel makkelijke manier kan uitleggen? Heel simpele manier dat voor je kan breken? Aan de hand van praktische voorbeelden, wat is dan de moeilijkheid ervan? Ja, een ander ding wat een rol speelt is, als we kijken naar materieel kennis, dan zien wij dat wij als mens 6 jaren de lagere school bezoeken. We zitten 6 tot 8 uren op school. Daarnaast, als we thuiskomen, zijn we zeker een aantal uren bezig met huiswerk. Daarna gaan we 4 jaren naar de middelbare school. Als we nog goed ons best doen, gaan we nog 2 jaren naar een schakelonderwijs, VWO. Dan is dat 6 jaren, is al 10 jaren. Daarna gaan we naar de universiteit, 6 jaren. Als je geluk hebt, doe je het in 6 jaren. Meesten doen het in 8 jaren, 9 jaren. Sommigen doen er 10 jaren over. Ik weet het op dit moment niet meer. Maar in elk geval ben je 16 jaren bezig om één vak van een materiële kennis te bestuderen. Bijvoorbeeld iemand die rechten studeert of medische kennis studeert. Heeft alleen maar kennis over medische kennis en dan ook niet volledig. Men heeft niet volledig kennis. Want je ziet het ook, de dokter, vaak zie je de dokter zeggen, ja, maar we kunnen de oorzaak niet vinden. De COVID is geweest, zoveel miljoenen mensen zijn gedood. Met moeite hebben ze een vaccin ontwikkeld, maar nu nog bestaat COVID. Ja? Dus de kennis is dan niet volledig. Zoveel moeite. Mensen denken, je moet rekenen, materieel kennis is ondergeschikt aan spiritueel kennis. Als materieel kennis zo moeilijk is voor ons om te begrijpen, om werkelijk te denken, hoe zouden wij spiritueel kennis willen begrijpen door alleen maar een paar uurtjes in een week daarmee bezig te houden? Gaat toch niet lukken? Pooja? Klopt, Prabhu. Ik begrijp het nu al. Spiritueel kennis is hoger. Is hoger dan materieel kennis. En het heeft, daarom heb ik het net gelezen in 9.2 voor Helen. Het is de zuiverste kennis. Het is de koning van alle kennis. Spiritueel kennis is kennis van alle kennis. De hoogste kennis van alles. En het geeft ons toegang tot een eeuwig leven. Het is niet een ding van een illusie. Ja, maar zal het wel waar zijn? Het is een spirituele wetenschap die 100% verzekert dat wanneer je dit beoefent, deze kennis begrijpt, dat je werkelijk een eeuwig leven kan hebben in de spirituele planeten. Daar gaat de Bhagavad Gita vandaar dat het zo moeilijk is, omdat veel mensen kunnen niet accepteren, kunnen niet begrijpen dat er werkelijk een eeuwig leven bestaat. Dat er werkelijk mogelijkheid zijn, methodes zijn om dat te bereiken. Dat er werkelijk, ik zeg altijd, als iemand in materiële zin school gaat, goed zijn best doet, een arts wordt, hij verdient goed, hij kan je helpen met heel veel ziektes. Als hij dat kan bereiken, ik kan dat niet. Als mijn hart pijn doet of ik heb iets, ga ik naar de dokter. Mijn eigen lichaam, maar toch moet ik naar een ander. Als hij dat wel kan doen, dan is het automatisch dat wanneer je spiritueel kennis leert en beoefent, is het automatisch dat je ook een hoger, een spiritueel leven kan hebben. Zo simpel is het. Zoals iemand een dokter kan worden, in materiële zin, zo kan iemand met spirituele kennis een eeuwig leven vol kennis en geluk hebben.
En dat is geen verhaal, absolute waarheid. En daarom maakt het zo moeilijk voor mensen om te begrijpen. Want ze begrijpen de essentie er niet van. En dat wat we hadden gesproken met Helen. En Pooja, jij weet ook. Je bent geweest in de Baptisastri scholen lessen van ons. Je weet dat de ander toegewijd is. Het makkelijk uit te leggen. Je gaat nu naar de mandir. Dan zie je werkelijk er. Je gaat naar de mandir. Je ziet dat er een hele leven, spiritueel leven daar is. Of niet? Klopt, Prabhu. Klopt, maar eerder. Had je eerder gedacht dat dat mogelijk was? Dat daar mensen zullen zijn die 4:30 mangalarti doen, mantra japa doen, eten, offeren, tosi puja doen, al die dingen doen. En de Bhagavad Gita bestuderen, streamen. Heb je gezien dat er een hele leven is, een hele nieuw leven open is gegaan voor jou? Ja, Prabhu. Helemaal. Begrijp? Precies, en dat is wat gesloten is op dit moment voor velen. Voor velen is dat gesloten. En ze accepteren niet dat eigenlijk geloven ze niet dat wat de doel van de kennis, de essentie van de Bhagavad Gita is. Maar ik denk dat het ook een stukje is. Je moet tijd en moeite in investeren. Duidelijk? Ja, Prabhu, dankjewel. Okay, is er nog iemand die een vraag heeft? Iemand nog een vraag over dit heeft? Is er iemand die nog een vraag heeft? Kan het ook in de chat gedaan worden? Akshay, als je vraag hebt, kan je het gewoon in de chat doen. Ik zie Vishnu Priyamata is er ook. Welkom, Vishnu Priyamata. Krishna Prabhu. Dit is als je vragen hebt, vraag even. Je kan het ook in de chat schrijven. Dit is wat we hier behandelen is van de Bhakti Sastri. Dit heb ik vertaald van Engels naar Nederlands. Dus mensen die in de toekomst de Bhakti Sastri willen doen, kunnen dit als een voorkennis hebben ze dan een beetje basiskennis al om het andere makkelijker te begrijpen. Ja? Prabhu? Ja. Net had Pooja u een vraag gesteld, dus waarom mensen vragen dat ze niet Bhagavad Gita lezen en niet begrijpen. Dus ik had iets om bij te vullen. Dus dat wat ik denk, Prabhu. Dus het is ook zo dat we op een nederige manier moeten Bhagavad Gita reciteren. Is dat wel goed? Ja, helemaal goed. In de Bhagavad Gita wordt dat gezegd. Wil je de Bhagavad Gita begrijpen, moet je dat in een nederige gemoedstoestemming doen. Anders ga je het niet begrijpen. Dat is helemaal goed, dat wordt ook in de Bhagavad Gita gezegd. Mata? Ja? Nog een andere vraag, nog een andere toevoeging? Als jullie iets willen toevoegen. Vishnu Priya Mata heeft ook veel ervaring in het spirituele. Vidya Mata is hier ook, Gaura Shakti Mata is er hier, Gauranga Prabhu is er, die kunnen allemaal wat meer vertellen over spiritueel leven en hoe dat toegepast kan worden in het dagelijks leven. En voor de nieuwe mensen, Sima Mata is ook een tijd bezig al. Wanishka is pas begonnen en de anderen die dus pas zijn, die kunnen dus dan altijd via de anderen wat meer informatie krijgen. Maar ik kan jullie garanderen als jullie dus de Bhagavad Gita bestuderen en zoals wij dat hier doen, zal je zien dat er een hele nieuwe wereld open gaat en het kan ons leven in hele positieve zin beïnvloeden. En langzaam maar zeker zal je zien dat je werkelijk, het is net een puzzel. Als je een puzzel hebt, is het moeilijk. Alles is door elkaar. Je weet niet wat waar hoort. Maar als je geduld hebt en enthousiast bent om de puzzel te doen en dat je vertrouwen hebt dat het toch gaat lukken, ga je zien dat je werkelijk langzaam maar zeker als je die puzzel zet, zie je, oh wacht, oh, dit is een wolk, dit is een boom. Dit is. En hoe meer de puzzel gezet wordt, hoe meer je de contouren ziet, hoe meer je ziet, oh ja, werkelijk, zo is het. Ja, zo. En dan begin je te begrijpen wat het spirituele concept is. Is dat duidelijk, lieve mensen? Is er nog een verduidelijking nodig? Akshay, ik hoop dat het voor jou duidelijk is. Ik zie dus dat je heel enthousiast bent.
en dat je heel goed luistert. Vedische geschriften gaan door luisteren. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Werkelijk begrijpen van Vedische geschriften gaat door de oor, door goed te luisteren. Dus dat is een hele goede kwaliteit in jou, dat je zegt, ik wil luisteren. Want door goed te luisteren kan je werkelijk de essentie van de geschriften te begrijpen. Maar mocht je vragen hebben, dan horen we het. Vanishka, is het duidelijk voor jou? Of toch wel een beetje moeilijk in het begin? Maar maak je niet druk. In tijd zal je zien dat dat steeds allemaal weer behandeld zal worden. En dat steeds duidelijker zal worden. Vanishka, hoor je mij? Ja, die Prabhuji. Oké, als je vragen hebt, dan hoor ik het van je, hoor. Ja, Prabhuji. Oké. Even kijken, dan hebben we dit gehad. 2.13. Dus in 2.13, dus link tussen tekst 2.11 en 2.13. Dit basiskennis van het verschil tussen de individuele ziel en zijn lichaam wordt verder benadrukt in hoofdstuk 2.13. We gaan dan 2.13 lezen. Even kijken, 2.13. Sima Mata, wil jij 2.13 lezen? Ja, Prabhu, Hare Krishna. Ik zal mijn best doen. Ja. De Hino. Ja, is goed. Smayam. De Hino Smayam Yatha Deha Komaram Yovanam Jara Tatha Dehan Tara Praptir Dhirash Tatra Namu Yate. Ja, ik hoorde Deino Smi. Ja, het is Min. Deus, het is een N, geen A daar. Nee. Ja, lees maar de vertaling. Zoals de belichaamde ziel in dit lichaam voortdurend overgaat van kinderjaren naar jeugd en van jeugd naar ouderdom, zo gaat ze op het moment van de dood over naar een ander lichaam. Een wijs persoon raakt door zo'n verandering niet verward. Ja, dat is de betekenis. Een heel bekende. Ik zal dan de dingen verdelen. Oké, dus we hebben gezien. Gaat het over, dus zoals wij dus van een baby, kinderjaren, van jeugd naar ouderdom. En zo gaat het op het moment van de dood over naar een ander lichaam. Het is een heel prachtige, simpele voorbeeld. Zoals het lichaam continu verandert, zo de dood. Op het moment van de dood verandert het naar een ander lichaam. En er wordt gezegd, een wijs persoon raakt door zo'n verandering niet verwacht. Hier wordt niet gesproken over de einder. Men heeft het hier over verandering. Het materiële wereld wordt gekenmerkt door verandering. Wat is de aard van de materiële wereld? Alles, letterlijk alles is onderhevig aan continu verandering door invloed van tijd. Continu. Het moment dat wij hier een uur gesproken hebben, hebben zich miljarden veranderingen in ons lichaam hebben plaatsgevonden, in onze omgeving. De zon is ondergegaan. Zoveel verandering is gewoon de aard van de materiële wereld. Het moment dat je dat weet, het moment dat je daarvan overtuigd bent, zal je zien dat je je niet laat beïnvloeden door verandering. Omdat je weet, dat is de aard van iets. Als je weet dat de aard van peper
heet is, wanneer je dat eet, gaat je mond branden, het gaat peper zijn, dan kan je onmogelijk verwachten dat peper anders zal smaken. Als je dat weet en je bent ervan overtuigd, dan ga je toch nooit zeggen, ik ga peper eten als snoep. Gaat niet lukken, want je weet ervan. Op dezelfde manier, wanneer we overtuigd zijn dat de materiële wereld een continu verandering kent, dan ga je zien dat je niet blind gaat staren op de veranderingen. Dan ga je boven staan, boven deze dingen. Want je weet, dat is de aard van de materiële wereld. De aard van de materiële wereld, lieve mensen, is, als je dit begrijpt, zij zien dat veel van je problemen, veel van je stress weg zal gaan. De aard van de materiële problemen van de wereld is, het heeft een begin, een midden en een eind. Nogmaals, het heeft een begin, een midden en een eind. Mijn guru Maharaj, Nojogendra Swami, zegt zelf, dit lichaam heeft een begin en een midden en een eind. Waarom maak je druk om andere dingen? Wij maken ons druk om onze auto die kapot is gegaan. En iets wat we gekocht hebben, onze telefoon die is gevallen, is kapot gegaan. Of iets anders wat we bezitten. Continu hebben we daarmee te maken in ons leven. Van dingen die we kopen kapot zijn gegaan. Of dingen die wij zo verwachten anders zijn gegaan. Als wij begrijpen dat de aard van dingen is, dan ga je niet meer blind staren op die dingen. Want dan ga je boven deze dingen staan. Ga je niet zo druk maken om dat, maar dan ga je meer richten op permanente dingen. En de permanente dingen zijn de ziel. Wie ben ik? Wat ga ik na mijn dood bereiken? Wat ga ik weer worden? Wat wil ik weer worden? Hoe kan ik geboorte, ouderdom, ziekte, dood in? Dan ga je zien dat opeens je gedachten, opeens je bewustzijn langzaam maar zeker verschuift naar een hoger doel, waardoor je deze kleine dingen niet meer zo druk gaat maken. Ik hoop dat dat duidelijk is, dat we dus dat in ons leven een beetje kunnen toepassen, want dat zal alleen maar een bron van geluk zijn voor ons. Even kijken naar het share screen. Oké, dus we hebben 2.13 gelezen. We hebben de link gelezen tussen 2.13 en 12. Wat is de link tussen de 2.12? De basiskennis van het verschil tussen individuele ziel en zijn lichaam wordt steeds benadrukt in dit vers. Ja? Helen, wil jij lezen 2.13? Ja, graag. Thema. Andhira raakt niet verward door verandering van lichamen. Verandering van lichaam is kind naar jeugd, naar ouderdom, naar een ander lichaam. Aandachtspunten, betekenis 2.13. A. Dit vers bewijst dat er geen reden tot verdriet is omdat Bhishma en Drona krijgen nieuwe lichamen. Ook omdat ze nobel zijn, krijgen ze spirituele of op zijn minst hemelse lichamen. Dat betekent dat hoger bestemming gegarandeerd is. B. Definitie van Dhira. Iemand die volmaakte kennis heeft van de constitutie van de ziel, supersoul en de natuur, zowel materieel als spiritueel. Ongestoord door verandering van lichamen, punt 2.13, tolereert dualiteiten, 2.4. Komt dus in aanmerking voor bevrijding, 2.15. C. Weerlegging van de Mayavadi. Hun theorie van eenheid en spirituele ziel kan niet worden bewezen omdat spirituele ziel kan niet in stukken gesneden worden als fragmentarische delen. Onze filosofie, spirituele ziel als eeuwige fragmenten. Ze kunnen niet worden gesneden. Als ze gesneden zou kunnen worden, dan zou dat betekenen dat het allerhoogste splijtbaar is. Dat druist tegen de principe dat de allerhoogste ziel onveranderlijk is. Spirituele ziel feilbaar versus Krishna onfeilbaar. Fragmentarische deeltjes bestaan eeuwig, sanatana. Maar zijn schara, feilbaar, neiging om te vallen. Bhagavad Gita 15:16-18. Spirituele ziel versmelt nooit met de allerhoogste ziel. Zelfs na bevrijding blijft spirituele ziel een deeltje.
spirituele ziel versus superziel, theorie van reflectie. De reflectietheorie kan worden toegepast op de superziel, die in ieder en in elk individueel lichaam is en bekend staat als Paramatma. Hij is anders dan het individuele levend wezen. Wanneer de hemel wordt weerspiegeld in water, vertegenwoordigen de reflecties zowel de zon als de maan en de sterren ook. De sterren kunnen worden vergeleken met de levende wezens en de zon of de maan met allerhoogste heer. Individuele fragmentarische spirituele ziel wordt vertegenwoordigd door Arjuna en de allerhoogste ziel is de persoonlijkheid God Sri Krishna. De ziel is nooit gelijk aan superziel, bevestigd door theorie van reflectie, zoals hierboven uitgelegd. Als leraar en leerling gelijk zijn, dan heeft leraar zijn geen waarde. Zo is de Heer Krishna de allerhoogste persoonlijkheid Gods en Arjuna is het levend wezen wie de vergeten ziel is besleid door Maya. Dank u wel. Belangrijk om te weten dat er een hiërarchie is. Het is niet, het is de voorbeeld die hier gegeven wordt, leraar en leerling. Die kunnen toch nooit gelijk zijn. En op dezelfde manier, de zielen en de superzielen kunnen nooit gelijk zijn. De superzielen is een expansie van de allerhoogste. Wij zijn ook expansies van de Heer. De atem is ook een expansie van de Heer. In Bhagavad Gita 15:7 wordt gezegd. Mamayuam sa jiva loka bhut, jiva bhuta sanatana. Alle levende wezens zijn mijn eeuwig afgescheiden deeltjes. Ja. Maar ze zijn nooit gelijk aan de superziel. Ja? Even vraag. Dus er is altijd een hiërarchie dat de superziel hoger is. Ja. Oké, okay, heeft iemand hier een... Ja, vraag, ja. Graag. Ik heb... denk ik zo begrepen in het dagelijks leven wanneer we praten, dat we dan een mens zijn met ziel, een ziel met lichaam. En we worden geboren, reïncarneren, totdat we moksha bereiken. Ja. En als we dat hebben bereikt, zijn we dan niet samen, smelten we dan niet samen met de opperziel, de superziel? Nee, dat wordt hier tegengesproken. Dat is die Mayawa-theorie. Ja, de Mayawa-theorie is dat we opgaan in de dingen. Zoals water in de zee opgaan in de zee. Maar dat wordt hier in die twee teksten wordt dat weerlegd. Door te zeggen, nee, maar was er een tijd dat ik niet bestond. Nog jij, nog al deze koningen. Ja, dus daar wordt al gezegd dat iedereen een individuele ziel is. Ja. Andere, even kijken, waar staat dat toch weer? De spirituele ziel kan niet in stukken worden gesneden of als fragmentarische deeltjes gezien worden, toch? Ja. Wij zijn eeuwig afgescheiden deeltjes. Bhagavad Gita 5.15.7 zegt dat. Mamayuam sa jiva loka jiva bhuta sanata. Alle levende wezen zijn mijn eeuwig afgescheiden deeltjes. Ja, maar, dus er is geen, ja, kluister Helen. Maar we zijn wel ontsprongen uit die grote ziel. Klopt. Hij zegt ook, Mamayuam sa jiva loka jiva bhuta sanata. Alle levende wezens zijn mijn eeuwig afgescheiden deeltjes. Ja. Maar we komen niet weer terug. Precies, zoals wij, precies zoals onze voorouders, hebben nu zoveel nageslacht geleverd. Maar ze zijn allemaal afgescheiden van hun. Maar ze komen voort uit de voorouders. Waar gaan wij dan terug? Moksha betekent bevrijding. Bevrijding van wat? Geboorte, ouderdom, ziekte, dood. Ja. Bevrijding van de drie vormen van leed. Leed voortgebracht door lichaam, geest. Leed voortgebracht door andere levende wezens. Leed voortgebracht door de natuur. Dus in net wat ik heb gezegd, wij leven in een wereld van dualiteiten. Naast materiële kennis heb je ook spirituele kennis.
naar de materiële planeet, heb je ook spirituele planeten. Mocht je zeggen dat jij als persoon van de materiële wereld teruggaat naar de spirituele wereld. Duidelijk? Ja, dat is voor mij duidelijk. En waarom? De materiële wereld wordt gekenmerkt, de aard van de materiële wereld is, dat alles een begin, een midden en een eind heeft. En wat willen wij niet? Wat willen wij niet? Wij willen dat niet. Het is niet dat andere mensen dat, dat God dat zegt. Nee, wij willen niet. Wij willen niet oud worden. Wij willen niet ziek worden. Wij willen niet doodgaan. En dat is alleen maar te verklaren als we dus de ziel betrekken. Wij als ziel zijn eeuwig. Wij zijn als ziel eeuwig. Wij worden niet oud, worden niet ziek, worden niet dood. Dat is de aard van het lichaam. Maar omdat wij dat niet goed kunnen linken, met wat? En dat is die onwetendheid, spirituele onwetendheid. Daardoor lijden wij in de materiële wereld. Daardoor zijn wij gebonden in geboorte, ouderdom, ziekte, dood. De cyclus van reïncarnatie. Maar het moment dat je dit begrijpt, van hé, nee, werkelijk, ik wil niet oud worden, ik wil niet ziek worden, ik wil niet doodgaan. Waarom wil ik dat niet? Dat is de aard van jou, de aard. Jij bent de ziel. En de aard is Satchitananda. En waar is de aard? Waarom is dat zo? De ziel is een deel van God. De ziel is een deel van Krishna en het hoort in de spirituele planeet. En hoe is de spirituele planeet? Het kent geen geboorte, geen ouderdom, geen ziekte, geen dood. Duidelijk, Helen? En dat betekent... Dat stukje begrijp ik, ja. Maar bij mij was altijd de wetenschap post gaan vatten dat wij uiteindelijk als zieltjes, ik zeg zieltjes omdat wij mensen zijn, uiteindelijk één worden met de superziel. Paramatma. Ja, dat is die Mayavad-theorie. Dat is die theorie die dus door velen, kijk, je hebt school, de niveau van school. Laten we school nemen. School kent drie niveaus. Lagere school, middelbare school, hogere school. Ja, toch Helen? Ja. Een lerares geeft les op school. Als we praten over een lerares geeft les op school, dan is dat absoluut waar. Ja, toch? Het leraar. Maar je hebt leraar die les geven op de lagere school. Kan iemand die op de lagere school les geeft, uitleg geven over iets dat op hogere onderwijs plaatsvindt? Aan leerlingen? Nee, absoluut niet. Dus dat is het verschil tussen de toegewijden die de Bhagavad Gita bestuderen in de parampara. Ewan parampara praktisch. In de hoofdstuk 4 wordt dat uitgelegd, dat kom je toe. De parampara is een geautoriseerde lijn van opvolging, waarin deze kennis wordt doorgegeven. Begrijp je? Vandaar dus dat er een verschil is. En de waarheid, er wordt gezegd, Brahmeti Parmeti Bhagwaniti Sabhyata. De waarheid wordt gerealiseerd in drie fasen. En de drie fasen zijn Parmeti, de Brahma Jyoti, Parameti, Paramatma en Bhagwan. Zoals de zonnestralen is toch een deel van de zon, Helen? Ja. Maar klopt. Zijn de zonnestralen gelijk aan wat er zich op de zonnebol afspeelt? Nee, dat zeker niet. Zeker niet. Het is wel een deel, maar het verschilt van de hitte die daar plaatsvindt en de fusie die daar plaatsvindt. En nu... Wie de eigenaar is van de zonnestelsel, wie zorgt dat de zon fuseert? Mensen denken, nee, dan heb je dus, dan zeggen mensen, ja nee, het is een natuurlijk proces. Maar noem mij een voorbeeld in de materiële wereld, dat de computer, jij bent nu in Paramaribo, ik praat hier, is dit gewoon uit de lucht komen gevallen, computers? Nee toch? Het is gemaakt door iemand. Alles wat we zien, alles achter is een mens. Ja toch, Helen? Ja, dat klopt. Achter de natuur zou daar niet een hogere mens achter moeten zitten dan? Ja, zeker. Zeker. 100% zeker. Zo logisch is het. Daarom accepteren we. Daarom heb je
Daarom heb je dus in alle culturen, in alle rassen, vind je een of andere vorm van geloof in een hogere macht. En dat geloof kan verschillen. Dat de een zegt bijvoorbeeld, hey, we gaan op in God, in Paramatma. De ander kan zeggen, nee, Paramatma is alles. De ander kan zeggen, God. Maar al deze dingen behoren tot God als persoon. Dus vandaar is dat de Bhagavad Gita, zoals wij dat bestuderen, heeft het over een persoonlijke God, die de oorzaak is van al het andere. Dus anderen hebben, het is wel een waarheid. We moeten niet zien dat het geen waarheid is. Het is een waarheid, maar het is een gedeeltelijke waarheid. Begrijp je dat, Helen? Ja, helemaal. Dank u wel. Dank u wel. Ja, oké. Okay. Ja. Ik ben blij met uw uitleg, want alleen zou ik het niet kunnen begrijpen. Oké, voel je vrij om altijd vragen te stellen? Want ik denk dat het ook de anderen wel zal helpen om dingen te begrijpen. En we kunnen zo natuurlijk de zoektocht naar het spirituele kan dus dan dichterbij komen. Door vragen te stellen. Dat wordt ook ondersteund door de Bhagavad Gita. In hoofdstuk 4, 34, 35 wordt gezegd. Dat we die pranipatena pariprasnena sevaya. Pariprasnena, door vragen te stellen kunnen wij de filosofie begrijpen. Is er nog iemand die een vraag wil stellen? We hebben vandaag niet veel kunnen behandelen. Maar ik denk dat het niet belangrijk is om veel te behandelen. Ik denk dat het veel belangrijker is om te kijken dus dat wij de essentie van de Bhagavad Gita begrijpen. En vooral van hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 gaat over... Hoofdstuk 2 is het ABC van de vervolg hoofdstukken. Waarom? Omdat daarin wordt behandeld wie wij zijn. Wat is de realiteit? Wat is de werkelijkheid? En dat is de ziel. De Bhagavad Gita behandelt niet hindoeïstisch geloof of een christelijke iets. Het behandelt de ziel. En de ziel is alle levende wezen. Ja, Sima, was het duidelijk? Sima? Vishnu Priya Mata, was het duidelijk? Ja, Prabhu. Ja, oké. Vidya Mata. Ja, Prabhu, was duidelijk. Mijn speaker was een beetje gestikt. Stap een beetje vast. Oké, goed. Als er vragen zijn en jullie kunnen ook door de week, als er een vraag is, kunnen jullie het ook in de chatgroep zetten. En dan kan Gauranga en ik de vragen voorbereiden. Voor dus de sessie. Iedere zondag hebben wij fysiek weer een Bhagavad Gita cursus. En dat is ditzelfde. Ditzelfde wordt behandeld in BIC, in Burgerinformatiecentrum. Ik heb een stelsel gemaakt van 6 hoofdstukken. Dus hoofdstuk 1 tot 6 is een stelsel. Dan gaan we daarin ditzelfde, precies ditzelfde komt daarin voor. Maar het is fysiek. Persoonlijk. En de sessies zijn van 9 tot 11 uur in de Burgerinformatiecentrum. Iedereen van Nikeer is van harte welkom en kunnen ook andere mensen brengen. Kost niks. De stelselkosten die moeten wel betaald worden, maar de lessen zijn geheel gratis. En ik hoop dat mensen die dus werkelijk het spirituele leven serieus nemen, dat die aanwezig zullen zijn, want waarom? Wat mens kan alleen karma doen totdat het leeft. En dat leven heeft geen garantie. Elk moment zien we in dit materiële leven. Elk moment lezen we, oh, die is heen gegaan. Dat is gebeurd, dat is gebeurd. Totdat we nog kracht en energie hebben, moeten we proberen om onze kracht en energie te proberen de Bhagavad Gita te begrijpen. De Bhagavad Gita zegt zelf, neha bhikramonasrosti pratyavayana vidyate. Swalpam hiapi dharmasya trayate mahatobayat. Een klein beetje toegewijde dienst kan ons behoeden van het grootste gevaar. Er is nooit verlies eraan en het vermindert nooit. Maar het kan ons behoeden van het grootste gevaar. Daarom, lieve mensen, het menselijk leven is werkelijk bedoeld om de hoogste perfectie te bereiken. Geleidelijk, maar zeker, zullen we dat zeker kunnen bereiken. Dus voel je vrij om deel te nemen aan de Zoom-sessies,
aan de fysieke lessen. Maandag gaan we, komende maandag gaan we ook starten met de groep in Schoertjeweg. Dat is in Klarapolder. Er is daar een groep van 10 mensen die willen graag ook de Bhagavad Gita, kennis van de Bhagavad Gita leren. Ze willen ook weten hoe ze Tulsi Puja moeten doen. Ze willen lezen hoe ze Mala Japa moet doen, mantra meditatie moeten doen. Dus dan zullen we maandag daar starten met fysieke lessen van 6 tot 7:30, 1,5 uur. Goed, lieve mensen, we zijn gekomen aan het einde van de sessie. Ik wil jullie vooral... Ja? Je zei dat u de sessies in de Keri met de meditatie en de Maya Jap en zo, Tulsi Puja. Oh, wanneer gaat het hier gebeuren in de start? Helen, als het zover is, kunnen we jou... ik zou zeggen, neem een paar lessen nog met ons. En een van de dingen is heel goed dat je dat vraagt. Want kennis heeft geen waarde als het niet toegepast wordt. Kennis is een middel, is niet het doel. Zoals geldmiddel. Geldmiddel zegt het. Geld is een middel om het om te zetten in producten. Maar als je het niet omzet in producten, dan blijft geld maar een papieren iets. Op dezelfde manier is kennis is een middel. Het moment dat wij kennis in toepassing brengen, zal je zien dat dat zijn waarde heeft. En dat hebben we gelezen. Het geeft rechtstreeks inzicht in hetzelfde. Ik ben heel blij dat je deze vraag gesteld hebt. Want net wat ik in het begin gezegd heb, ik zie dat je heel snel de essentie van dingen pakt. En door deze vraag te stellen, dan bevestigt het mijn conclusie wel dat het goed is. Zodra je dit zegt, dan wil zeggen dat je werkelijk begrijpt, oh nee, ik moet het toepassen. We zullen daar weer op terugkomen na 1 of 2 lessen. En dan zullen we zorgen dat daar die mantra meditatie en de andere dingen, dat je daar ook een paramari begeleiding kan vinden. Is dat afgesproken, Helen? Helemaal, ja. Ik denk dat ik dinsdag waarschijnlijk niet erbij zal kunnen zijn, omdat ik dan andere les volg. Maar dan donderdag ben ik er terug. Ja, als het enigszins kan, ben ik er wel, sluit ik wel aan, maar op het programma ben ik maandag en dinsdag niet. Helemaal geen probleem als je deze Bhagavad Gita sessie volgt. Zodra na een paar lessen, dan zal ik je koppelen aan een paar toegewijden, zodat je dus daar die mantra meditatie en de andere dingen kan doen, ja? Dank u. Goed, heel hartelijk dank voor je aanwezigheid. Ja, nog iets, iemand iets wil zeggen? Ja, Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Ik heb een vraag die ga ik voor je voorlezen. Dat mensen sneller herstellen. Luisteren. Waarom is er zoveel angst voor de dood na je 40ste of na je 50ste? En, je krijgt dan vaak ook hartkloppingen en je bent heel erg angstig, je bent heel erg onzeker en je voelt je eenzaam en je hebt geen plezier in niks. Alsjeblieft. Ja, oké. Gauranga Prabhu, wil jij deze vraag beantwoorden? Waarom is er angst in het materiële leven, vooral na je 40ste? Ja, want dan ga je zien hoe de tijd brengt je dichter bij de dood. Dus dan word je, dan denk je, oh, en je weet niet wat er gaat gebeuren. Je hebt nooit de theologische kennis of filosofische kennis gekregen. Als je geen theologische en filosofische kennis hebt gekregen over de eeuwigheid, over het eeuwig zijn van de ziel, dan zie je de dood als het einde. Dus dan word je bang. Dan denk je van, oh, maar misschien is er wel niks. Dus dat is een teken van onwetendheid. Omdat mensen in onwetendheid zijn, zijn ze bang voor de dood. Dus dan, ja, dat is de reden. Onwetendheid. En dat is het. Dat is door het lezen van Bhagavad Gita en door het lezen van geautoriseerde theologische boeken kun je begrijpen, nee, na de dood, ik ben eeuwig, zoals we in het begin besproken hebben. De ziel is eeuwig, dus er is geen kwestie van dood. Het is je kostuum, net als je kleren als ze oud worden. Wat ga je doen? Ja, nieuwe kleren. Zo ook op het tijdstip van de dood, iemand die kennis heeft, die is niet bang voor de dood. Dus er is angst voor de dood uit onwetendheid. Heel mooi gezegd, Prabhu. Prachtig mooi gezegd. Onwetendheid is de oorzaak van onze
angst, omdat we ons identificeren met het lichaam. Goed, lieve mensen. Sunil, is dat duidelijk? Ja, dankjewel. Ik denk dat er, maar een heleboel mensen hebben hiermee te maken. Ja, de materiële wereld wordt gekenmerkt door angst. Dat is de aard van de materiële wereld, Sunil. Vaikunt, moksh betekent, Vaikunt betekent, spirituele wereld betekent, vrij van angst. In de materiële wereld hebben we allerlei vormen van angst. In de spirituele wereld zijn we vrij van deze angsten. En een van de goede methoden is mantra-meditatie. Mantra-meditatie en het bestuderen van de Bhagavad Gita geeft ons spiritueel kennis. Gecombineerd met de toepassing ervan kunnen heel makkelijk angst overwinnen. En dit is echt 100% zeker hoor. Haribol, mag ik iets toevoegen? Ja. Ik denk dat je deze slok ook hem kan geven. Denk onafgebroken aan mij. Ja. Krishna heeft dat ook gezegd. Dus als je dat ook doet, dan op het laatste moment zal je echt de angst toch overbruggen. Ja. Hoe is dat slok? Denk onafgebroken aan mij, Prabhu, Goranga. Dat is 9:32. Het wordt twee keer gebruikt. Krishna, het is het enige sloka wat hij twee keer gebruikt, omdat het zo belangrijk is. Het is in 9:34 en 18, dus hoofdstuk 9, vers 32. Kan je een deel van die sloka reciteren? Ja, Man Mana Bhava Mad Bhakto, Majaji Mam Namaskuru, Mam Evasyasi Satyamte, Pratyani. Dus zegt, je moet aan mij de denken. De betekenis voor de toegewijde. Als je helemaal opgaat in mij, zegt Krishna, als je met je geest helemaal opgaat in Krishna, dan ben je eigenlijk al in een andere wereld. Dan ben je eigenlijk al weg uit de materiële wereld. Dus als je dat kan doen, je geest helemaal laten opgaan in Krishna, dan op het tijdstip van de dood, dan ben je al bij Krishna. Als je dat tijdens dit leven oefent, dan op het tijdstip van de dood ben je al bij Krishna. En dan valt het lichaam weg. En dan blijf je bij Krishna. Oké, goed, dankjewel. Ik zie dat we 10 minuten over tijd zijn. Sunil, hartelijk dank voor jullie vragen. Helen ook. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. En voor jullie tijd. En weet dat de tijd die jullie besteden in spirituele zin nooit verloren zal gaan. Ik zou zeggen Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En mogen liefde voor Sri Radha Krishna groeien en bloeien in jullie harten. Haribol, Haribol, lieve mensen, nog een gezicht.